Hallo mensen en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Mario Kart Double Dash. In de vorige aflevering hebben we 50 cc afgesloten met de All Cup Tour. En nu gaan we gewoon weer lekker verder met 100 cc. Beginnen we lekker mee, we gaan gewoon lekker met deze auto. Gebruiken we altijd, iets wel makkelijk. Ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Gewoon weer een nieuwe klas, gewoon weer een nieuwe moeilijkheidsgraad. Nee. Oké, we staan niet laatste. Niet meer in ieder geval. Niet meer. Oké. Okay. Ah. Hoe staan we nu? Vierde. Oké. Yoshi en Birdo staan eerst daar. Dat is niet goed. Nee, kut. Kut spel. Oké. Snipe van het jaar? Nee, mis. Oké, nu hebben we even een rood schild nodig of zoiets. Of een klootzak. Mis. Oké, kijk, we moeten even Yoshi en Birdo raken van daar. Ah, nee joh! Dat is echt gewoon de meest lucky shot ooit. Wee, mis. Wee, plof. Oké, nou moeten we hem even inhalen. Wat een nee joh! Waar de fuck komt dat vandaan? Ja, je kon toen bijna Bowser Jr. Begrijp ik best hoor, mag wel. Oké, nu moeten we dit serieus goed gaan doen. Ja. Nee joh! Klootzak. Godverdomme. Oké, nou moet ik wel echt serieus mijn best gaan doen. Oké, tweede is niet goed genoeg. Godverdomme zeg, ik had net een item. Ik wilde net een item pakken. Dan komt de kutbliks en nu dacht van nee, je mag geen item. En dan zomaar. Gewoon zomaar. Ja. Oh, dit is nog eens de laatste lap. Laatste lap. Final lap. Ja, flikker op, kutje, zie. Die bewoog niet eens. Hoe slecht wil je zijn? Oh god, ze zijn gewoon daar. Ik moet meer de binnenbocht nemen. Kut. Alsjeblieft mis gewoon met dat groene schild. Nou, oh, chill. Ze zijn gevallen door iets, ik weet niet wat. Oké. Oké, nu moeten we de voorsprong vasthouden. Het moet wel eerst worden op onze eerste race 100 cc. Ja, fietsen. Ja hoor, zijn eerste. Hehe. Eerste. Patoef, en pak even. Mathieu, ook het stuur zelf niet, maar het maakt niet uit. We hebben nog steeds eerst gehoord. En dat is chill. Oké. Ja, heel mooi. Eerste 10 puntjes. 10 puntjes, weet je wel, met de 1 en de 0. Je weet zelf. Oké. Eerst dan. Laten we gewoon verder gaan. Met de volgende race. Dat lijkt me een strak plan. Peach Beach. Peach is a beach. Start. Ja. Eindelijk een normale start. Finally. Pak even een mooi item. En boom. Godverdomme, die was mis. En kut, waarom neem ik deze weg? Deze weg moet je echt alleen maar nemen de tweede lap. Of als je een mushroom hebt. En aangezien we geen van beide hebben, was het niet zo heel erg slim. Meen je die? Oh mijn god, die valt echt hard. En daarom moet je nooit vertrouwen in rode schilden. Ah! Ja goed zo, God straf meteen. In dit geval was het die eend.
Oké. Yoshi en Birdo staan best wel ver voor en dat is niet zo goed, want zij moeten niet voor staan, zij moeten achter staan, want zij horen achter ons. Lol. Bad luck, Waluigi en Wario. Ik heb gewoon 3 keer geraakt om echt te doen schouwen. Oké. Okay. Nu kan je wel deze weg nemen, want nu is er geen. Nu is er geen water als het. Stom. Oh nee, laat maar. Moses. Woe. Boom. Zo van yeah. Nee, ik had net een banaantje gegooid. Nee. We gaan gewoon lekker eerst staan. Ik weet niet wat jullie zeggen. Oké, gelukkig is het nog niet de final lap. Ja, pak lekker onze itembox, joh. Wat boeit het? Oh god. Oké, die ging gewoon door de poort heen. Maar dat maakt niemand tot uit. We gaan gewoon lekker door. Met waar we mee bezig waren. En oeh, die was nice. Die was nice. Geen afsnijweg. Geen afsnijweg nu. Ik was een instraat. Wow, vreselijke lek daarachterin. Boeia. Kijk, en dat gebeurt er net als een eend raakt met een schild. Dat is gewoon freaking grappig. Snijpen door het warm. Ja. Banaantje. Oké, we staan nu wel redelijk ver voor. En als het zo doorgaat, dan worden Wario en Waluigi tweede. En dat is chill, want ze waren net derde. En dan is Yoshi nu derde. En hebben ze allebei niet erg veel punten. En dat is chill. Oei. En gleep net niet uit over die banaan. Gewoon perfect. Van Bamzo. Bamzo? Bamzo. Bamzo. Zo bam. Bamzo. Zo bam. Nou. Zie je natuurlijk, nu hebben ze allebei 14 punten in plaats van Yoshi en Birdo 16. En Waluigi en Wario 12. Dat is moeilijk. Maar in ieder geval, dat betekent dus dat we derde kunnen worden volgens mij. En nog steeds eerste staan. Volgens mij derde, ja. Redelijk start, redelijk start. Klootzak Mario en Luigi. Bots maar lekker op tegen ons aan hoor. Dan kan toch niemand eruit. Hey, mis. Monique, weer mis. Weer mis. Echt waar, groen schilder stelt. Of buiten schilder stelt me echt zwaar te. Ben je die? Oh mijn god, maar beter voor je leven dat je geraakt bent. Shit. Of hier mis. Of het ligt aan mij, of het ligt aan Mario, Wario en Waluigi. Oké. We mogen dan wel eerste worden, maar of derde worden, maar dat willen we. Klootzak. Maar dat willen we niet, want dat is niet goed. Shit. Dat was echt heel gevaarlijk. Hé, die trein ging daaronder ook door. Dat weet ik helemaal niet. Nee, flik je nou zo. Yes. Oké, dit is echt heel spannend. Even kijken. Oké, zo gaat die goed. Nee. Ik weet niet wat ermee gebeurt, maar ik ben blij dat het weg is. Nee joh. Sterf voor mij. Hey, thanks. Blijkbaar kreeg ik zomaar een. Die is het zeven. Die bitches. Ga ik lekker gemeen door. Gewoon. Misschien. Ah, nee joh. Nee joh. Hoe kan dat? Gewoon, hoe en waarom? Oh mijn god! Ga weg met je stomme groene schilder.
Alsjeblieft. Shit, mis. Nu moet je nog echt gaan oppassen. Oké, nu moeten we wel een beetje oppassen, ja, want Birdo en Yoshi zijn gevaarlijk dichtbij. Als we nu even dit... Drie rode schilden op het einde. Gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. Maar we hebben het gewoon gehaald. Goed. Het ging net goed. Gewoon yeah. Yeah. Ja, en wie zijn de laatste? Peach en... Deze zijn we gewoon voor de derde keer laatste. Dat is best wel knap. Dat is best wel knap. Steeds 0 punten. Steeds 0 punten. Gewoon na 3 races al. Nou ja. We gaan nu lekker naar de laatste race. Dry Dry Desert. Jee, Dry Dry Desert. Jee. Jee. Boom. Ik had te vroeg. Of te laat. Ik denk te vroeg. Ach, shit. Oké, we moeten geen vijfde worden, dan winnen we waarschijnlijk niet. Wacht, als Wario en Waluigi eerst worden, dan winnen we misschien wel als we vierde staan, volgens mij. Oh, dit zijn chille items. Wat nu hebben we deze af. En daar wordt het hopelijk allebei door geraakt. Ja hoor. Zo lang, jongens. Een zombie-life. Oh ja. We hebben gewoon veel te veel geluk. Nee. Ik ben gelukkig. Het geluk was bijna uitgewerkt. Gelukkig nog niet. Het zou nu wel gay zijn als we een blauw schild zouden krijgen. Komt die dan op jezelf? Ik hoop het niet. Oké. Waarom hoor ik daar een ster? Oh ja, wacht, er kwam een Yoshi egg op ons af. En zo'n ei is altijd gevuld met allemaal verrassingen. Het is gewoon een rood schild gevuld met items. En soms dat is een ster. Vandaar dat er best wel vaak van die random sterren en mushrooms midden op de weg liggen. Die komen dus gewoon allemaal uit zo'n Yoshi ei. Moet hier naar voren, gewoon dat het kan. Hier moeten we weer goed driften. We hadden een beetje beter kunnen waren. Kijk, zie je? Daar komt dus een random mushroom uit. En die helpt je dan wel, in principe. We gaan wel even lekker naar achteren. Want dat is het veilig. We rijden langs een palmboom met ogen. En daar zijn de cactussen, denk ik. Dansende ogen, god, dat is gevaarlijk. Dansende cactussen. Meow. Ik wil zo'n cactus raken met een schild, dat gebeurt wel. Volgens mij niks, maar... Volgens mij gaat het schild dan gewoon kapot. Oké, wat hebben we nu weer? Alweer zo'n schild. Jeez. Ik word moe van die schilden. Dit is zo saai. Nee, dat moet je anders. Ja. Ze bewegen tenminste nog, maar daarna niet. Ja, dat wel. Dat is dus het saaie en eerste staan. Al die items, kut. Shit, 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 shit. Oké. Ik weet niet waarom ik dat deed. Het is niet echt zo, niet echt het slimste wat ik vandaag heb gedaan, maar... We gaan gewoon lekker doen. Kut. Ik ga precies door al die itemboxes. Oké. Gaan we nog een keer proberen hier omheen te gaan. Niet... In de drijfzand vast te komen zitten. Rijer. Alsjeblieft, een schild. Bijna headshot. Oh, jammer. Oeh, ik heb light unbox. Banaantje, hey. Die hebben we lang niet gezien. Dat is gewoon leuk om te doen. Nou, we rijden nog even lekker tegen het muurtje aan. Maar dan zijn we hiermee alweer aan het einde gekomen van deze aflevering, zo'n beetje. Met alleen nog de awardsceremonie. We hebben gewoon lekker voor de volle. We zijn gewoon voor de volle 40 punten gegaan. We konden gewoon laatst worden en zouden we alsnog hebben gewonnen. Dat is gewoon knap. Hey, Peach en Daisy hebben toch nog 1 punt weten te veroveren.
Maar ja. Gezien de award ceremonie zijn we gewoon weer klaar met deze aflevering. En dan even kijken wat we hebben gewonnen. Volgens mij niks, maar... Van dansende palmbomen. En dit is zo stom. Doorspoelen. Doei. Dat kotsgeluid is ook weer daar. Ja, daar is dan onze cup. Nou. Ja, dat was het dan, denk ik. Voor deze aflevering. Ja, zie ik jullie volgende aflevering wel. Doei. Met dat.